Igmar. Ja, het is, ons programma bestaat inmiddels ruim 2,5 jaar. En in die tijd stond er eigenlijk altijd één man bovenaan ons wensenlijstje die we in de studio wilden hebben. Je kent hem van platen als On My Mind, Chemicals, What We Started op dit moment. Vele remixes, onder andere voor Birdie en Bastille, wat nu een hele dikke hit is op Slam. En ik ben eigenlijk heel erg blij dat hij hier is. Daarom nog één keer mag ik een groot applaus voor Don Diablo. Ja, ja. Ja, goeie avond. Ik heb het warm. Ja, dat snap ik. Je hebt net een setje gedraaid beneden. Ja. Laten we gewoon eens beginnen. Je hebt net een setje gedraaid. Je staat over de hele wereld normaal gesproken. Nu een beetje zo'n intiem groepje. Laten we zeggen man of 40, 50. Hoe is dat? Top. Ja? Ja, natuurlijk. Directe contact is altijd het leukste eigenlijk, toch? Soms sta je gewoon voor 40, 50, 60.000 man en dan zie je het niet eens meer. Ja. Nu zie je gewoon die glimlachjes blije mensen. Ja, want jij staat ook op iedereen een beetje te letten. Hè? Dat zou ik een beetje zitten kijken. Zo. Jij zit iedereen even een beetje te scannen hoe lekker ze gaan op dat moment. Ja, natuurlijk altijd. Ik maak altijd een gemiddelde. Maakt niet uit hoe groot het publiek is. Ik kijk altijd van, oké, daar staat een groepje punkers. En daar staan een groepje meisjes. En daar staat een groepje hiphoppers. Oké, dan probeer ik een gemiddelde te berekenen in mijn hoofd. Oké, welke plaat gaat al deze groepjes zeg maar naar de dansvloer brengen? Dat deed ik vroeger al. En ja, dat is eigenlijk je werk als DJ. Toch? Dat gaat er niet meer uit. Analyseren. Precies. Ben je dansvloerpsycholoog. Zo, we gaan gelijk weer de diepte in met Don Diablo vandaag. Hey, tof dat je er bent, want wat ik heb begrepen is dat je op dit moment even iets langer in Nederland bent. Want je hebt echt een ontzettend drukke tour achter de rug over de hele wereld gestaan. Je hebt even een soort pauze deze maand, geloof ik, hè? Ja, het was iets te veel. Ja? Ja, ik ga niet liggen. We hebben echt ongeveer 50 shows gedaan in juli en augustus. En ik wil dat gewoon een keer proberen in het buitenland. Ik heb natuurlijk in de jaren hiervoor heel veel gedraaid in Nederland. Nu eindelijk doorgebroken in het buitenland. Ik dacht, nou, daar ga ik er ook voor. Het was een beetje veel. Ja? Ja, soms zaten er echt weken tussen. Dan sliepen we misschien 10 uur een hele week. En ja, dat gaat je op een gegeven moment al opbreken. Dus ik wil nu even een klein beetje een stapje terug. Ja. Ik doe nog wel volgende week doe ik nog seizoenafsluiting Ushuaia Ibiza. Ja. En dan doe ik nog één show in Seoul. En dan wil ik eigenlijk terugkomen met ADE, Amsterdam Dance Event, bij jullie. En bij mijn eigen eventje in de Jimmy Woo. En dan ga ik zeg maar beginnen met mijn wereldtour. Dus dan, je gaat wel gewoon direct doorknallen. Ja, maar dit wordt echt mijn eerste echte eigen tour. Dus laten we even terugkijken op het afgelopen jaar. Want je zegt net van, nou, dit is een beetje het jaar dat ik doorgebroken ben. Nou, niet een beetje doorgebroken, je bent gewoon keihard doorgebroken het afgelopen jaar. Als je dan terugkijkt op de buitenlandse tour, hoe is het bevallen om dan ook in het buitenland heel groot te worden onthaald? Ik heb foto's van je gezien, ik heb dingen van je gezien. Ik dacht, wauw, dat je dat nu meemaakt op dit moment. Ja, dat is heel bizar, want je denkt op een gegeven moment, het gaat niet meer lukken, het wordt hem niet meer. Ja. En ik denk 2 jaar geleden zat ik ook gewoon te kijken thuis naar de livestream van Tomorrowland. Livestream van EDC, livestream Ultra. En ik denk, ja, wat moet ik nog doen, in godsnaam? Ja. En ja, ik ben gewoon weer teruggegaan naar de tekentafel en gewoon bij de basis begonnen muziek maken. Keihard werken en daarom geprobeerd om een soort van nieuwe sound te ontdekken en de wereld in te duwen. En zie hier eindelijk dit jaar voor het eerste keer mainstage, DC, Tomorrowland. Wanneer wist je voor het eerst van, hey, wat ik nu doe, dit begint echt te werken. Dit is het gevonden. Want ik weet dat je op een gegeven moment stond je op Tomorrowland. Volgens mij was dat vorig jaar dat Chester je toen op het podium haalde. Dat jullie daar met z'n tweeën zo stonden. Wanneer dat was een momentje. Ja, dat vond ik een mooi moment. Dat zag je ook aan jou toen. Maar was toen het moment dat je dacht, hey, dit is, of was het al eerder? Nou, het was even extra emotioneel. Omdat ik had net een auto-ongeluk gehad vlak ervoor. Dus dat was dat. Maar ik denk ongeveer 2,5 jaar geleden, toen maakte ik een plaat, Starlight. Ja. En die werd toen opgepikt door Axwell van de Swedish House Mafia. En die draaide hem tijdens zijn laatste concert. Toen begonnen heel veel buzz. Het was eigenlijk de eerste plaat dat mensen echt internationaal zeiden van, oh, die willen we ook draaien in onze set. En dat begon eigenlijk heel organisch te groeien. En vanaf daar heb ik een soort van serie ingezet. Back in Time, Nighttime en Anytime. Ja. En dat was een soort van het begin van de Future House. Achteraf terugkijkend nu. En het was een hele soort van spannende periode. Want het waren allemaal nieuwe dingen, nieuwe geluiden. En nu is het heel tof om te zien dat die sound eigenlijk van kleine clubs nu naar de mainstages ineens worden vertaald. En en nu ook, ik denk, de Ed Sheeran remix was ook een keerpuntje voor mij. Dat was echt mijn eerste remix die echt, daytime radio haalde in het buitenland. En van daaruit kreeg ik eigenlijk allemaal andere remix opdrachten. En ik denk dat alles een beetje bij elkaar is. Dus originele producties, remixen, mijn radioshow gaat heel goed. Ik heb een kledinglijn die heel goed loopt nu. Jij bent een soort duizendpoot altijd, hè? Nou ja, moet je wel, toch? Ja. Ja, ik vind het gewoon cool om alles te doen. Dus kun jij wel vakantie hebben eigenlijk? Ik zit me zo af te vragen. Nee. Nee, hè? Nee. Nee, ik heb ook echt al, denk ik, dus denk ik 8 of 9 jaar geleden dat ik vakantie ben geweest. Maar nu je zo'n maand vrij bent, dan nu bijvoorbeeld, ga jij rustig zitten en gewoon een beetje voor je uitstaan? Of heb je al met 1000 ideeën lopen? Nee, ik heb echt het idee dat het beste moet nog komen. Ja? Dus als je hoort wat voor singles ik het nu heb liggen,
En wat er allemaal nog komt, dan ben ik echt... Ja, ik word echt elke dag word ik gewoon, sta ik gewoon op van fuck, oké, ik moet aan de slag. Ja, ik weet niet. Ik heb gewoon zoveel energie. En ik heb echt ideeën van ik ben nog maar net begonnen. Wat ik nu heb gedaan is leuk, maar ik wil nog zoveel verder, nog groter. Zoveel grotere dingen doen. En dat, ik weet ook wat er aan gaat komen. Ja, wat, neem ons eens even mee, want er komen een hele hoop dingen aan. Je gaat een wereldtournee ga je dus doen, maar ook je bent bezig met een album volgens mij ook bezig nog op dit moment, toch? Ja, ik hik er al een hele tijd tegen aan, maar ik zou eerst een EP doen. Ik ga het voor het eerst weer zeg maar internationaal een album uitbrengen nu. En een EP is 4-5 tracks, maar dat werden er toch steeds meer stiekem. En toen konden we niet kiezen wat dan de singles zouden worden. En ja, toen had ik What We Started, dat was een soort van tussendoor single en die wordt nu toch internationaal opgepakt. En ja, je kan het toch nooit voorspellen hoe het gaat. En nu maak ik gewoon lustig muziek. En ik kom dan in oktober, november, december... doe ik eerst mijn tour door Amerika en door Engeland. Ja. En mijn Hexagon Tour. En dan bouw ik echt mijn eigen stage, eigen podium, eigen warm-up acts. En echt helemaal mijn eigen ding. Ja, want dat doe jij ook allemaal. Hè? Dat wat weinig mensen... Maar jij, bij jou is het echt volgens mij van A tot Z. Alles is helemaal bedacht. En jij hebt daar overal invloed op hoe het moet lopen, zeg maar, toch? Nou ja, uiteindelijk wil je legendarisch sterven, toch? Dus je wil je best doen om er nog iets van te maken. En ja, ik denk gewoon aan mezelf, wat zou ik zelf willen zien? En ja, alleen een guy die aan de knoppen staat te draaien is leuk. Maar ik wil eigenlijk meer leveren. Dus vandaar dat ik ook altijd draai met 4 draaitafels. En probeer iets meer het publiek erbij te betrekken. Maar voor de nieuwe shows krijg ik ook een speciale suit. Ga ik ook interactief met het podium meewerken. Krijgen we nieuwe visuals. Veel meer nieuwe muziek, maar ook oude nummers uit het verleden komen terug. Je moet meer denken, het wordt een soort van poppodia tour. Dus we gaan langs alle plekken waar een podium is, zeg maar hier in Nederland bijvoorbeeld de Melkweg. Oh, je staat ook met de tour ook in Nederland gewoon? Ja, we gaan ook eentje in januari doen in Nederland en in Londen en dan O2 Academies in Engeland. En zeg maar echt meer de poppodia. En dan kan ik ook een beetje rondrennen en iets meer dan zeg maar in een club. En even over dat album. Ik sprak jou vanmiddag toevallig even over de telefoon, want ik wist wel dat jij zou komen. En toen vertelde jij mij dat jij zelf een plaat hebt ingezongen op je album. Heel in het begin zong ik sowieso wat vaker op mijn eigen platen. Maar op een gegeven moment, ik denk een beetje net als Calvin Harris. Het is niet dat ik mezelf als een zanger zie, maar het zijn gewoon ideeën die in je hoofd zitten. En dit was een plaat die heette Satellites. En ik probeer wel altijd mijn persoonlijke gevoelens in plaats te leggen. Zeg maar, het gaat echt over hoe ik me op dat moment voel. Of het dan de artist inside is over mijn vader. Of een plaat als mezelf destijds. Het gaat echt over de agressie richting de muziekindustrie. Deze plaat gaat echt over dierbaren die ik heb verloren. En ik heb die plaat ook letterlijk ingezongen toen mijn moeder belde me. En met heel, heel slecht nieuws. Toen ben ik gewoon rechtstreeks naar de microfoon gelopen. Heb ik het opgenomen. En ja, dat, op de een of andere manier kan ik dat gevoel niet meer repliceren. Ook niet bij andere zangers. Dus het label zei dan hou het gewoon zoals het is. Dus dat is best spannend. Bijzonder verhaal eromheen zo, ja. En spannend lijkt me inderdaad ook. Want hoe? Ja, ik heb hem één keer gedraaid in Zwitserland. En ik krijg nu al, als ik bij Tomorrowland in de livestream kijk, zie je ook mensen vooraan staan met een bordje Satellites please. En ja, het is je moet er, je houdt ervan of je houdt niet, want het is een drum en bass plaat. En het is best wel rocky feeling zit erin, maar ja, ik ben een beetje losgeslagen denk ik, dus ik ben heel benieuwd. Overigens nog eventjes tegen wat ik wel mooi vind bij jou. We hebben eerder jou een keer aan de telefoon laatst gehad en toen vertelde je van weet je, je gaat lekker met die remixes voor Besto en Birdie op dit moment. Je wordt echt heel veel gevraagd voor remixes en bij de helft zeg jij nee, dat ga ik niet doen. Maar bijvoorbeeld ik hoorde jij een New Yorkse band Rufus, ga je dan wel weer bijvoorbeeld een remix voor doen die dan relatief een stuk onbekender zijn dan andere aanvragen die jij krijgt? In het begin wilde ik echt heel graag mijn portfolio uitbreiden. Dus dan krijg je inderdaad Ed Sheeran was de eerste grote, denk ik. Ja. Toen kwam Jesse J, toen kwam Madonna, toen inderdaad Rudimental. Toen kwamen inderdaad Birdie, Bastille. En nu is het echt elke dag. Gewoon van in één dag is het John Newman, Calvin Harris, Major Lazer, Dua Lipa. Het komt dan op één dag binnen. Rihanna vandaag nog. Dus het is gewoon Je zegt het even gewoon tussendoor. Rihanna vandaag nog. Vandaag, dit is echt in 2 dagen gewoon. En dan krijg je ook nog zo verontwaardigd van maar weet je wel wie dat... I know, I love it. Ja. Maar ik moet ook tijd hebben om zelf muziek te maken. En ik kijk nu gewoon naar wat ik wil doen in de shows. En er was een plaat, liet mijn tourmanager Thomas liet ik laten horen. En ik was echt gewoon, ik was echt blown away. Dus ik heb gewoon de platenmaatschappij opgebeld en gezegd van... Je moet me deze plaat laten remixen, want er is geen enkele remix van. Zeiden ze, de band doet geen remixen, zijn allergisch voor remixen. Zei ik, geef me gewoon de parts en ik overtuig ze. Dus ik heb gewoon
on spec noemen ze dat dan, een remix gedaan. Gewoon. Zonder dat je wist of zij dat ook zouden gaan goedkeuren of niet? Ja, en zonder dat ik krijg op zich een aardige vergoeding tegenwoordig voor remix. Ja, ja. En dit was gewoon gratis. Dus, maar ja, ik wilde dit gewoon doen. En ik doe altijd alles gewoon vanuit gevoel. Dat hetzelfde geldt voor, als je kijkt naar zo'n plaat als Bastille of Birdie. Ja. Dan hoor ik het en dan weet ik al eigenlijk al, oké, hier kan ik iets van maken wat gaat werken in mijn sets. Of als ik de akkoorden hier verander, daar verander, dan krijgt het meteen een hele andere emotionele lading. Dus je wil wat toevoegen. En soms kan je niks toevoegen. En bij deze plaat, ja, ik ben echt, soms kan je verliefd zijn op muziek. Ik weet, het klinkt heel raar. Dan ben je op deze. Ja, ik ben wel echt verliefd erop. En ik kan dan echt gewoon niet wachten tot ik hem mag draaien. Dus. Tof. Ja. Ik kan met Ton Diablo altijd nog een uur doorpraten. Maar laten we het vooral doen. Ja, Jordi. het is al 10 uur geweest, joh. Het is al bijna 5:10. Zo afspreken dat je... Zal ik meteen het nieuws dan... En de verkeersinformatie en... Oké, de verkeers en ze vielen bij de A2. Zullen we afspreken dat je niet nog een keer 2,5 jaar wacht voordat je weer langskomt? Nee. En, okay. en gefeliciteerd nog. Dankjewel. Ik heb nog een cadeautje voor je. Hier, Frank. Oh, top. Kijk, ik heb het cadeautje hier nog. Wat is het? Je bent wel een lange man, maar... Het is een shirt, volgens mij. Het is een shirt. Ik kreeg en op Don Diablo. Het laatste exemplaar, helemaal uitverkocht. Speciaal voor jou. Hé. Hey. Dat is nice. Ja, dat is nice. Don Diablo. Bedankt dat je er was en tot snel, man. En heel veel succes de komende tijd, want ik geloof erin bij jou dat het best nog gaat komen. Bij Igmar.